Yo, what up gasten? Vandaag een nieuwe verse 5 en vandaag 5 eerlijke reclames. Geef vast een hele dikke like hier beneden en abonneer ook hier beneden. Dan gaan wij kijken naar eerlijke reclames. Ik wil geen soms van vieze kleren die je gewassen wil hebben en daardoor heb ik een oplossing voor jou. Ik denk deze man is vies en lelijk. Ja, dat ben ik inderdaad. Ja, dat ben je zeker meneer. Hey. Kijk, dat shirt voor jou is helemaal lelijk. Uit ermee. En dan gaan we lekker wassen, meneer. Kijk, up, modder. Oh, helemaal vies shirtje nu. Nu denk je misschien, wat moeten we doen? Gek, man. Hey, ik heb een ding voor jou. Sneakelfliekel, ooit gehoord? Dit is echt super cool. Sneakelfliekel, hè, geweldig. Gooi we hier in een bakje. Kijk dan, helemaal oplossingen. Wow, doe het shirt voor jou. Wow, kind en zo. Wow, kijk dan, dit is mooi. Man, goed, heel schoon en alles wordt opnieuw, ja. Wow, ik kan niet geloven. Jij nou, kijk, links is een nieuw shirt, rechts die enige was met sneakelfliekel. Dus verschil zie je niet. Kijk, die voor jou is nu ook klaar. Meneer, moet je maar eens aandoen. Oh, wat? Nee, ik zei dat je maar moet doen. Doe gewoon weer goed zo. Ja, dank je. Wow, dat ziet er geweldig uit. Koop wasmiddel van ons. Wow, dit is vet. Dat is mooier dan eerst. Koop maar, ja. Aan die winkel op tak. Kijk hoe blij ik ben, ja. Sneakelfliekel, omdat je het waard bent. Want wat dit is, moet dit blijven. Inderdaad, sneakelfliek. Oh, nee, 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 nee. Racist! Sing your body into the moonlight, even if I... Oh! Hey, eerder leek mijn poes wel een kraan die nooit dicht kon. Niks hielp, zelfs met een kurk erin bleef ik alsnog lekken. Ik zocht gewoon naar een zeker en droog gevoel. Normale inlegkruisjes zijn groot, dik en raar. Maar die bresse is ultra dun en heeft een zijden zacht laagje. En het inlegkruisje is net als ik zelf. We zuigen allebei alles op. En dat kan die Spanjaard wel weten. Hierdoor blijft het oppervlak schoner en dunner. En wat blijkt nou? Met die bresse schiet je net zo weinig op. Kijk hoe het inlegkruisje werkt. Je kan er nog beter gewoon daar beneden een kurk in stoppen. Met zo'n inlegkruisje heb je wel altijd lekker een sapje bij de hand. Ah. Proef daar maar zelf. Elvis Ultra. Proef de natuur in je mond. Sing your body into the moonlight, even if I... Ik ben weer thuis. Ben je aan het schoonmaken? Lekker aan het stofzuigen hier? Oh, ja. Stoffen. Zuigen. Zie. Ah, en... Is Pieter je aan het helpen? Die moet je grande. Pieter is heel behulpzaam. Ah, top. Lief van je, Pieter. Ik spreek jullie straks weer. Ja, was nou maar naar Specsavers gegaan. En nu 2 brillen halen, 3 betalen. Pearl.com. Sing your body into the moonlight. Mensen met gevoelige tanden hebben snel last van tonderculose. Tonderculose is slijmvlies wat zich nestelt onder het tandvlees in de mond. En dat kan heel erg gevaarlijk zijn voor de hygiëne en de persoon zelf. Dat of tonderculose is een zelfverzonnen woord door een marketingteam zodat de tandpasta meer verkocht wordt. Maar het klinkt wel indrukwekkend, hè? Kijk, hier nog wat interessante plaatjes om vertrouwen te winnen en te doen alsof we echt weten waar we over praten. Eerder liep ik altijd over straat en schaamde ik me kapot voor mijn gebit, voor mijn lach. Ik durfde gewoon niet mensen aan te kijken en te lachen. Ik schaamde me te erg. En dat is nu allemaal veranderd door 1 tandpasta. Ik ben nog nooit zo blij geweest. Kijk mijn tanden. Ik kan eindelijk weer over de straat. Ik hou van leven. Ik kan jou in vertrouwen vertellen naar alle ervaringen die ik heb gehad als acteur. Orthodontist raadt tandpasta aan. Niet omdat het helpt, maar omdat ik er betaald voor krijg. Geld. Tandpasta, geef geld. Sing your body into the moonlight, even if I...
De nieuwe burger van McDonald's. Met het beste chemische brood uit 1998. Wat zo vies en vet is dat het niet eens meer kan beschimmelen. Met sla om de illusie te wekken dat je gezond eet. Met saus, want suikerziekte kan je niet snel genoeg komen. En vlees van een arme mishandelde koe. En kaas om die koe nog meer te kunnen mishandelen. Sterker nog, nog meer kaas om die koe nog meer te mishandelen. En bacon om ook varkens te pakken. En dan nog meer saus. Gooi er van mijn part nog wat shampoo op. Je proeft het verschil niet eens. En dan ronden we die burger af met nog een fijn broodje bovenop. Zoveel suikerziekte in een broodje. Oh wauw, dat ziet er lekker uit. Dankjewel Ronald McDonald. Ik weet niet of ik hem in één keer opkrijg. Maar dat is geen probleem bij McDonald's. Wij hebben namelijk geen handtas. Bij ons neem je eten mee naar huis in deze leuke obesitas. Obesitas. McDonald's. Obesitas was nog nooit zo lekker als bij McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Voedselvergiftiging. Sponsor mij. See your body into the moonlight, even if I... Een echte pizza. Gemaakt met liefde. Met smaak. Proef de echte smaak van Italië vanuit je diepvries. Zit niet zo te dromen, jongen. Eet je pizza. Wat? Dit ding proeft naar karton. Kutwijf, hou dat ding bij je. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Geef een hele dikke like hier beneden. En abonneer ook vooral hier beneden voor meer Banja Movies. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe eerlijke reclame. Of andere reclame, dus of verse 5. Tot dan, like, abonneer. Bye. Like en abonneer.